Je goed voelen in je eigen lichaam, daar gaat het om. Met Evian, het lichte natuurlijke water met het juiste evenwicht aan mineralen. Evian, evenwicht is kracht. Met Overtoom, goedemorgen. Goedemorgen. Hebt u voor mij 30 meter magazijnstellingen, 200 stapelbakken, 3 winkelrekken, 4 ladders, 2 rollenbanen, 8 kantinetafels, 32 stoelen, 3 bureaus en 2 dossierkasten. Maar ik moet het wel snel hebben. Wat zegt u? Dat is snel! Inderdaad, Overtoom levert razendsnel uit voorraad 30.000 artikelen voor bedrijf en kantoor. Zo is het elke dag. Eerst de heerlijke geur en dan het fris groenteboeket. Welke Unox is het? Ja, vandaag tomatengroente met lekkere vleesballetjes. En voor mij, ja hoor. Unox, mijn lieveling. Wel, wel, Don Patio. Hoe vaak moet ik je nog zeggen dat gulzig... Dat gulzigheid niemand siert. Maar lieve heer, het is gewoon wat pasta. Pasta? Pasta, ja. Oh. Maar van Panzani. Ja. Is pasta, is pasta. Ja, maar van Panzani. Hallo? De leveringstermijn? Ja, een secondje. Hallo? For research? Ja? Prijsindex? IBM Personal System 2. Research hier. Alle cijfers stijgen. Een nieuwe generatie van kracht, snelheid en grafieken. Levering binnen 10 dagen. De onderneming, de afdeling. De prijs is 9.900 vanaf vrijdag. En de mensen werken beter met de Personal System 2 van IBM. Wie op zoek gaat naar echte chocolade, komt bij de olifant terecht. Bij Côte d'Or, die al meer dan 100 jaar het geheim bezit van de machtige smaak van echte chocolade. Côte d'Or, de machtige smaak van echte chocolade. Links een gewone klopboor. Rechts de boorhamer van Bosch met pneumatische slagkracht. Hij maakt boter van beton. Met maar 5 kilogram aandrukkracht doet hij 10 keer sneller dan eender welke klopboor. Als door boter. Bosch. Werken als de vakman. Zoals je het zelf zou klaarmaken. Dubbele moord in de moskee aan het Jubelpark. De geestelijke leider van de moslims in België en de directeur van de islamitische bibliotheek met nekschoten afgemaakt. Een vrouw die op de menigte wil schieten wordt overmeesterd. Hoogspanning in Kosovo. Staat de Joegoslavische provincie aan de rand van een burgeroorlog of een gewapende opstand? Waarborg op een tweedehandsauto. De garagehouders willen af van de slechte faam van een gebruikte wagen. VTM 10 uur. Nadine de Sloveren. Goedenavond, dames en heren. In het Islamitisch Cultureel Centrum aan het Jubelpark in Brussel zijn vanavond 2 mensen vermoord. De imam en zijn adjunct zijn afgemaakt met enkele nekschoten. Terwijl het onderzoek aan het Jubelpark op gang kwam, is daar ook een vrouw overmeesterd toen ze op de menigte wou schieten. Even voor 7 stond voor de Brusselse moskee een reanimatieteam klaar om bijstand te verlenen, maar al snel bleek dat die hulp niet meer kon baten. Arabische gebedsgangers werden door de politie weggestuurd en rond 7:30 kwam het parket ter plaatse. En dan een aangrijpend moment als een familielid van een slachtoffer het afgrijzelijke nieuws verneemt. Om 8:00 is het nog niet duidelijk wie er vermoord is, maar de aankomst van Saoedische diplomaten wijst in de richting van de imam, een bericht dat rond 8:00 zou bevestigd worden.
En terwijl de politie op zoek gaat naar bewijsmateriaal, duikt plots een vrouw op met een revolver. Zij probeert te schieten, maar wordt meteen overmeesterd. Is deze vrouw de dader van de dubbele moord in de moskee van Brussel? Naar wij vernamen zou het om de echtgenote van de imam gaan. Maar vanavond is het nog veel te vroeg om daarover uitsluitsel te geven. En we hebben zo pas vernomen dat de vrouw die u heeft gezien wel degelijk de vrouw is van de imam. Maar ze heeft met de moord niets te maken, zo zegt de politie. De vrouw dreigde met een pistool en de imam werd vermoord met een revolver. Trouwens, de imam die vanavond is vermoord kon zeker geen radicale islamiet genoemd worden. Hij ging integendeel door voor een bijzonder gematigd geestelijk leider. Maar wat kan zijn moordenaar dan bewogen hebben? Een eerste idee dat vanavond meteen geopperd werd is dat de moord te maken heeft met de affaire Rushdie. De schrijver die een prijs op zijn hoofd gezet kreeg van de Iraanse Ayatollah Khomeini. De vermoorde man had zich over het boek van Rushdie, de duivelsverzen, in heel andere zin uitgelaten. Het is heel zeker een slecht boek, zei hij, maar precies daarom zal geen enkele islamiet het lezen. Voor de imam in België moest het boek niet eens verboden worden. Gisteren zou, en we zeggen zou, de imam bedreigd zijn in verband met zijn houding in de Rushdie-affaire. Radicale moslim schiet al te gematigde geestelijke leider dood. Het is een scenario dat kan kloppen. Een andere theorie die aan het Jubelpark geopperd is, schetst de moord in een veel bredere context. Het is een publiek geheim dat het Islamitisch Cultureel Centrum in Brussel steun krijgt uit Saoedi-Arabië. In de Arabische wereld een van de meest gematigde landen. De imam zou wel eens het slachtoffer kunnen zijn van een machtsstrijd die zich ver van zijn huis afspeelt, in het Midden-Oosten. In de ontvoeringszaak van Van den Boeynans blijft de Brusselse advocaat Michel van der Elst aangehouden. Dat heeft de Raadkamer van Brussel beslist. De 41-jarige van der Elst wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de kidnapping van oud-premier Van den Boeynans. Michel van der Elst is de advocaat van de veelgezochte Patrick Hamers, die als de sleutelfiguur in de zaak VDB wordt beschouwd. De aangehouden advocaat heeft zijn kantoor in hetzelfde appartementsgebouw waar Paul van den Boeynans woont. Advocaat van der Elst is vorige week door onderzoeksrechter Collin gearresteerd. Door de beslissing van de Raadkamer kan hij nog een maand aangehouden blijven. Maar de onderzoeksrechter kan ook vragen om hem eerder vrij te laten. De advocaat zou in beroep gaan tegen de verlenging. Overigens blijkt uit Rijkswachtcijfers dat het aantal geregistreerde misdaden in ons land met 7% is gestegen. Het hoogst scoort nog altijd diefstal. De laatste tijd steeds meer uit auto's. En het meest verontrustend vindt het gerecht het stijgend aantal drugsmisdaden. Een tweedehandswagen kopen en bedrogen uitkomen, dat gebeurt helaas maar al te dikwijls. De betrouwbare garagisten weten dat en ze willen er iets aan doen. Vegarbel, de federatie van garagisten van België, heeft aan zijn leden gevraagd de klant vanaf 3 april een waarborg te geven bij de aankoop van tweedehandswagens die aan welbepaalde criteria voldoen. Een goede zaak dus voor de klanten en de garagisten. Er zijn bij ons 8500 garagisten. 5000 daarvan zijn lid van Vegarbel. Er worden bij ons 520.000 tweedehandswagens per jaar verkocht. Voor wagens die niet ouder zijn dan 5 jaar, niet meer dan 80.000 kilometer gereden hebben en een handelswaarde hebben van minimum 100.000 frank, wil Vegarbel nu een verplicht waarborgcertificaat van 1 jaar voorzien. Volgens Vegarbel komen per jaar 65.000 wagens in aanmerking voor een dergelijke garantie. Veel dealers en concessiehouders geven nu al een beperkte waarborg. Maar de garagistenvereniging wil een en ander veralgemenen. Zo hopen de garagisten hun slechte imago bij de klant op te poetsen. Een paar jaar geleden hebben wij bij de federatie een paar triestige gevallen meegemaakt waar consumenten tot en met bedrogen geweest zijn bij de aankoop van een occasiewagen. Dat zijn zo van die piraten, vrijbuiters, die de argeloze consument dus bedriegen op alle mogelijke manieren en echt rijdende vuilbakken durven verkopen. Een garagist die lid is van Vegarbel en een tweedehandswagen verkoopt, dient voortaan een controlelijst in te vullen. Pas als de wagen volledig in orde is, krijgt hij van Vegarbel het waarborgcertificaat. Dat gaat dan naar de koper. Tot een jaar na de verkoop krijgt de klant elke herstelling en vervanging gratis. Ook alle takelkosten zijn gratis.
Maar er zijn wel beperkingen. De waarborg vervalt als de koper meer dan 40.000 kilometer aflegt. En de klant moet de wagen om de 5.000 kilometer een onderhoudsbeurt geven. Ten slotte mogen de herstellingskosten onder waarborg niet meer dan 200.000 frank bedragen. De koffie wordt vanaf overmorgen 6 frank per kilogram duurder. En vanaf morgen kosten de olieproducten meer. Diesel slaat op met 40 centime per liter. De maximumprijs is dan 18,70 frank. De stookolieprijzen stijgen met 41 centime per liter. Bij afname van tenminste 2000 liter kost huisbrandolie dan maximum 8,20 frank per liter. Op de luchthaven van Zaventem staakt het grondpersoneel van Sabena. Ze eisen dat twee collega's weer in dienst worden genomen. Sabena heeft ze ontslagen omdat ze verdacht werden van diefstal. Maar Sabena heeft die beschuldiging nooit hard kunnen maken en kreeg zelfs ongelijk van de arbeidsrechtbank. Tussen 10 en 11 uur vanmorgen is de beslissing al gevallen. De personeelsvergadering is afgelopen en het grondpersoneel kon buiten. 24 uren staking is het wachtwoord. Wanneer? Vanaf nu. Een laatste verzoeningspoging gisteravond op het kabinet van verkeer is op niets uitgedraaid. Maar in juni van vorig jaar zijn twee collega's onterecht ontslagen. Ze moeten onmiddellijk weer in dienst worden genomen. Onterecht, want de diefstal waarvan ze beschuldigd werden is nooit bewezen. Er was zelfs geen medeplichtigheid. Een van de twee was vakbondsafgevaardigde, een beschermde werknemer dus. De zaak heeft uiteindelijk in beroep de arbeidsrechtbank gehaald. En Sabena krijgt ongelijk, maar neemt de twee niet weer in dienst. In de motivering van het vonnis geveld door het arbeidshof staat klaar en duidelijk dat er geen enkele aanwijzing is dat er zou diefstal gepleegd zijn of dat er ook maar medeplichtigheid zou zijn. Tegenover dat vonnis vragen wij aan Sabena die twee mensen aanstonds terug aan het werk te zetten. Wat nu? Staking en morgen een nieuwe personeelsvergadering. De actie van het grondpersoneel dat instaat voor de bagage en het onderhoud heeft de vluchten op Zaventem intussen met een half uur vertraagd. Het aantal slachtoffers van de zware rellen in de Joegoslavische provincie Kosovo blijft stijgen. Officieel hebben ze nu aan 23 mensen het leven gekost. Maar volgens andere bronnen zijn dat er al bijna 140 doden. Honderden betogers zijn ook opgepakt en het nachtelijk uitgaansverbod blijft van kracht. Het is nu wat rustiger in Kosovo. De protesten beter tegen het terugschroeven van de zelfstandigheid van de provincie zijn de hevigste geweest van na de Tweede Wereldoorlog. Kosovo is een autonoom gebied in de Republiek Servië. Maar de Serviërs maken er slechts 10% uit van de bevolking die voor 90% Albanees is. Na de Tweede Wereldoorlog hadden de Joegoslavische Albanezen op een eigen republiek gehoopt in het kader van de Joegoslavische Federatie, maar president Tito deelde hen op over drie verschillende provincies. In 1974 kregen de Albanezen in Kosovo een uitgebreide autonomie. Die hervorming zou nu teruggeschroefd worden. Begin dit jaar gingen mijnwerkers hiertegen al in hongerstaking en sinds de grondwetsherziening door het parlement is goedgekeurd, zijn al 173 doden gevallen bij rellen. In ons land wonen zo'n 23.000 Albanezen. Hayruddin Islamai kwam in 1962 naar Antwerpen. Nu staat hij in Brussel aan het hoofd van een busbedrijf. Zijn personeel bestaat voor het grootste deel uit Joegoslavische Albanezen. Hij zegt dat de Albanezen vooral bevreesd zijn voor een machtsgreep van de Serviërs. Dat is een revolutie van de Albanezen, dus waar 90% dus Albanezen zijn. En ze zijn tegen dus verandering van constitutie. Want de constitutie wil dus... Die nieuwe constitutie wil aan de Serben dus de macht geven over de justitie, veiligheid en politie. En natuurlijk alles. Als dat de Serben hebben, dan mogen ze doen wat ze willen daar. Hè. De Belgische Albanezen zijn vooral bang dat de wereld passief zou toekijken hoe hun volk en zijn cultuur verloren gaan. Toch streven de Joegoslavische Albanezen niet naar een onafhankelijke staat. Ze zeggen dat zijn allemaal nationalisten en ze willen bij Albanië gevoegd worden. Maar dat is niet waar. Dus ze willen dus onder de Joegoslavische federatie blijven, maar weet dat ze meer vrijheid, waarmee ze Albanezen zijn.
De Nederlandse bergingsfirma Smittak heeft van de Amerikaanse oliemaatschappij Exxon de opdracht gekregen om de gestrande supertanker Exxon Valdez te bergen. Smittak moet ook helpen met het opruimen van de enorme vlek olie die uit de tanker is weggelekt voor de kust van Alaska. De Nederlandse bergingsfirma stond ook aan het hoofd van de bergingsoperatie voor de Herald of Free Enterprise. Vanmorgen heeft Smittak een deel van zijn materiaal op een vliegtuig richting Alaska gezet. De ramp met de supertanker Exxon Valdez vlakbij de haven van Valdez heeft niet alleen catastrofale gevolgen op milieugebied, maar ook op de prijs van de ruwe olie. Die wordt vanuit Noord-Alaska via een pijpleiding naar de haven van Valdez getransporteerd. En op het ogenblik ligt het debiet op minder dan 40% van de normale capaciteit. De prijs van de ruwe olie is in de Verenigde Staten dan ook gestegen tot meer dan $20 voor een vat, de hoogste prijs sinds augustus 1987. Maar de ellende is nog altijd niet van de baan. De milieuramp, de zwaarste die ooit voor de Amerikaanse kust is gebeurd, wordt nog verergerd door een zware storm, waardoor de olievlek die gevormd wordt door 40 miljoen liter weggestroomde olie nog verder uitdijnt. Het olietapijt is nu al meer dan 30 vierkante kilometer groot. Het wegwerken van deze smurrie zal wellicht nog enkele weken aanslepen en daarbij zal het bedrijf Smittak assistentie verlenen. Vanmorgen is op de luchthaven van Schiphol bij Amsterdam 35 ton materiaal in een Egyptische charter geladen. Er vertrok een 10-man sterke specialistenploeg van Smittak mee naar Alaska. Naast een grote hoeveelheid slangen en buizen zijn ook gasgeneratoren, compressoren, duikapparatuur en veegarmen aan boord van de Boeing 707 gebracht. Het bergingsbedrijf Smit zal behalve het bergen van de meer dan 300 meter lange supertanker ook met speciale apparatuur de olie helpen overtanken en ook helpen bij het zo snel mogelijk verwijderen van de ruwe olie. Een woordvoerder van de Vissersbond in Alaska heeft intussen gezegd dat het wellicht 12 tot 15 jaar kan duren voor het biologisch leven in de zeeengte zich van de ramp heeft hersteld. De onafhankelijkheid van het Zuid-Afrikaanse land Namibië is nog nooit zo dichtbij geweest. Toch zullen nog tal van problemen opgelost moeten worden voor de eerste Namibische regering geïnstalleerd kan worden. Het land is 70 jaar lang bestuurd door Zuid-Afrika en die willen niet zo meteen al hun invloed zien verdwijnen. Er is namelijk nog het probleem van de Walvisbaai. Die diepzeehaven ligt aan de Namibische kust en is voor alle partijen belangrijk als alternatieve transportroute voor de frontlijnstaten die hun in- en uitvoer buiten Zuid-Afrika willen regelen. En voor Zuid-Afrika zelf natuurlijk, dat door het behoud van de haven ook haar invloed kan laten gelden. Het tijdschema voor de onafhankelijkheid van Namibië is vastgelegd in resolutie 435, die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in 1978 aannam. Centraal in dat plan staan vrije verkiezingen voor geheel Namibië en een nieuwe grondwet. Het tijdschema voorziet dat er binnen de 7 maanden na de aankomst van de troepenmacht van de Verenigde Naties op 1 april een grondwettelijke vergadering kan ingesteld worden en dat 12 maanden later de eerste Namibische regering er moet komen. Maar nergens wordt gezegd hoe die grondwet moet goedgekeurd worden en wat als de Namibiërs de grondwet afwijzen. Een land waar de problemen dus nog niet van de baan zijn. Ondertussen zijn de Zuid-Afrikaanse bezettingstroepen wel al aan het inpakken. Er wordt goed weer voorspeld en het wordt rot weer. Of men voorspelt regen en er komt een stralende dag. Weersvoorspellingen, wat moet men ervan geloven? In ons land zijn er 3 instanties die zich dagelijks met de weersverwachting bezighouden. Het KMI in Ukkel, de regie van de luchtwegen in Zaventem en de meteowing van de luchtmacht. Kenners zeggen dat de weersvoorspellingen van de Meteowing heel betrouwbaar zijn, omdat ze daar 24 uur op 24 paraat staan. Wij gingen even kijken. De Meteowing van de luchtmacht heeft zijn hoofdkwartier in Wezenbeek op hem, in een bunker die nog door de Duitsers is gebouwd. In die bunker zien de weervoorspellers zelf helemaal niet hoe het weer er buiten uitziet. Wij blijven niet voortdurend in de bunker zitten. Wij gaan natuurlijk ook af en toe wel eens buiten kijken. Maar dan zijn er de verschillende producten die op onze weerkaarten, op onze diagramma's, op onze telex komen. En die zijn natuurlijk representatief voor het weer dat er buiten heerst. Vorige vrijdag was het slecht weer. Was ook een heel slecht, rotslecht paasweekeinde voorspeld. En dan zaterdag is het stralend, schitterend zomerweer. Ja. Wel, we zijn eigenlijk vorige week vertrokken met een sterke westelijke stroming waarbij voortdurend storingen van over de Atlantische Oceaan ons land binnendrongen. Maar om één of andere reden
ik weet, ik ken ze zelf nog niet, is echter die westelijke stroming vrij plotseling en onverwacht meer zuidwestelijk en nadien zelf zuidelijk geworden. Zodanig dat we niet meer de vochtige Atlantische lucht boven België kregen, maar drogere lucht van over Frankrijk. Hoe juist zijn weersvoorspellingen eigenlijk? Voor voorspellingen geldig voor de dag zelf zou men eigenlijk de 100% nauwkeurigheid moeten benaderen, zelfs als we in details moeten treden. Maar voor een voorspelling voor de volgende dag, dan verliezen we reeds een gedeelte van die betrouwbaarheid en dan zakt de mogelijkheid reeds tot ongeveer 2/3, 60 à 70%. Als het over overmorgen gaat, dan verliezen we daar nog 1/3 van. Nu, hoe gaat het weer er morgen uitzien? Wel, ik denk dat het morgen terug een mooie dag gaat worden, alhoewel dat de dag eerst wel vrij nevelig zal beginnen. En hoe betrouwbaar is die voorspelling voor morgen? Ja, dat zullen we morgen zien. Morgen weten we dus met zekerheid of weersvoorspellingen al of niet betrouwbaar zijn. Vanavond stond in de hoogste voetbalklasse de 28e speeldag op het programma. Straks in onze extra sportuitzending rond 11:55 krijgt u samenvattingen in beeld. Nu kijken we alles naar de uitslagen van vanavond. Club Brugge Antwerp werd 3-1, een belangrijke ruime zege voor Brugge met het oog op Europees voetbal. Het werd 1-0 met een doelpunt van Jan Keulemans. Yves Oudoor bracht club op 2-0 na de rust, 3-0 met een lop van Mark de Grijze. Het Antwerpse tegendoelpunt kwam van invaller Van der Veren. Club Luik Standaar 1-0, het enige doelpunt werd gescoord door Luc Ernes. Leider KV Mechelen verloor een punt op Staaien, het bleef daar 0-0. Anderlecht-Lierse dan 4-2. Georges Gruen zorgde voor de openingstreffer. Op het half uur 2-0 met het 14e competitiedoelpunt van Luc Nilis. Na de rust kwam Lierse op 2-1 via Schmuller. Dan 3-1 en 4-1 via Edi Krintjevic. Twee keer op strafschop zijn 19e en 20e doelpunt dit seizoen. En daarmee blijft hij topscorer. Het werd tenslotte nog 4-2, een doelpunt van Kindermans. Racing Mechelen RWDM 2-0. Racing wipt daardoor in de rangschikking over RWDM dat nu voorlaatste is. Kort voor de rust 1-0 voor Mechelen via De Koning en net voor het einde 2-0 door Asselman. Beerschot Racing Genk 4-2. Ook Beerschot doet dus een goede zaak voor het behoud. Patrick Goots zorgde voor 1-0. 1-1 dan Bosutil en in dezelfde minuut nog 2-1 via Willy Wellens. 2-2 Guillaume Messi. En 3-2 op penalty, het tweede doelpunt van Patrick Goots. En tenslotte nog 4-2 Simon Tahamata. Lokeren Waregem 2-1, 1-0 met een goal van de Nigeriaan Samson. Waregem kwam op gelijke hoogte met een kopbaldoelpunt van Van Bakel. En Versavel zette de eindstand op het bord. Charleroi-Cerclebrugge 1-2. Cercle kwam al na enkele minuten op voorsprong via Weber, die een kwartier later een tweede keer scoorde. Het werd 1-2 met een penaltydoelpunt van Wadok. En Kortrijk Beveren dan nog 1-1, 0-1 aan de rust voor Beveren door Eddy Maas. En Kortrijk 1-1 gelijk via Eddy Snelders. 6 speeldagen van het einde blijft KV Mechelen aan de leiding met 6 punten voor op Anderlecht. Dan Antwerp en Luik, allebei 37 punten. Club Brugge is 5e met 35. Onderaan is RWDM nu voorlaatste met 7 punten meer dan Racing Genk. Landskampioen Oostende heeft in Charleroi voor de 6e keer de Belgische basketbeker gewonnen. In de finale versloeg Oostende bekerhouder Maccabi met 72-66. Aan de rust was het 41-40. Beelden van die finale krijgt u ook straks in een extra VTM Sport. En dan het wielrennen met de tweede dag in de driedaagse van de Pannen. De renners vertrokken vanmorgen in Herzelen voor een tocht van 223 kilometer met aankomst in de Pannen. Deze tweede rit in de driedaagse van de Pannen kende een vrij matte aanloop. Van Herzelen trok de groep richting de Pannen met in het eerste wedstrijdgedeelte heel wat hindernissen die de renners ook zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen te verwerken krijgen. De Kluisberg na 48 kilometer is er één van. John Thale komt als eerste boven voor Johan Lammerts en Phil Anderson. Hier komt Anderson in beeld.
Er volgen nadien nog wat ontsnappingspogingen, maar niemand had voldoende kracht om zich echt af te scheiden. Onder meer deze vier proberen het na 55 kilometer. Maarten Ducro, Gerrit Solleveld, John Talen en Fabiano Roccioli. Hun maximum voorsprong bedroeg 20 seconden, maar door goed werk in het peloton van de ploeg van de Raarde werd het viertal ingelopen in de buurt van de Tiegenberg, waar Talen opnieuw als eerste bovenkomt. Ook bij de eerste bevoorrading in Kuurne is alles nog samen en het peloton trekt richting Kemmelberg. Daar komt Johan Capiot als eerste boven. Hij wordt gevolgd door Ronnie van Holen en Herman Frison. Hier vooraan zien we Capiot, daar in het groen van Holen. En hier dan Herman Frison. Na de afdaling van de Kemmelberg gaat Roberto Pagnin aan de haal en dat is na 140 kilometer. Het peloton is in twee stukken gevallen, de tweede groep volgt op ruim 2 minuten. Maar ook Pagnin wordt ingelopen, in de voorste gelederen komt alles samen en ook de achterblijvers krijgen later weer aansluiting, dat op 60 kilometer van het einde. Rick van Slijken en Ronnie van Holen proberen het dan maar groter dan 15 seconden wordt de kloof niet, ook zij worden ingelopen. In de straten van de Pannen voor het ingaan van de drie plaatselijke ronden een compacte groep waaruit deze elf toch nog willen wegvluchten. Thierry Marie, Jean-Claude Colotti, Brian Seurensen, Ronnie van Holen, Guido Elkerlik, Hans Draaier, Ludwig Willems, Gerrit Solleveld, Teun van Vliet, Jacques Hanegraaf en Bruno Geuns. Die elf zijn nog samen bij het ingaan van de laatste ronde, maar in de laatste 8 kilometer komt alles weer samen en we krijgen een massaspurt. Op kop van de groep Adriano Baffi en hij haalt het voor Eddy Plankaert en Etienne de Wilde. Plankaert gisteren tweede en vandaag alweer tweede. Ja, ik ben geklopt van Baffi vandaag. Ik was in derde positie gedraaid. En Baffi die kwam helemaal de binnenkant. Had als in feite toch een klein beetje verrast en ik dacht nog van hem te remonteren, maar hij viel zeker niet stil. Hij verrapte nog op laatst en ik kon dat niet meer goed maken. Dan kom je tekort wat kracht of is het niet echt belangrijk? Ja, wat kom je tekort? Goeie vraag. Als je 2x2 bent in de massaspurt, denk niet dat je veel tekort komt dan. Gewoon een factor geluk. Ja. Klaar voor zondag ondertussen? Ja, ik hoop het. De conditie is goed, denk ik, maar ik zou graag even winnen toch in de Pannen. Ja. Het zou mooi meegenomen zijn. Het is ook een bijzonder goede voorbereiding, zeker wat we vandaag gedaan hebben. Ja, ik vind het toch een beetje te veel allemaal, want het is wel goed natuurlijk, maar in het begin van de wedstrijd, al die kleine bergjes, het is toch de dag wringen en zo. Het is niet rustig rijden hoor, het is heel, heel moeilijk. En zondag opnieuw doen zoals vorig jaar? Ja, ik wens het liever. Voor mij is dat goed. In de algemene rangschikking is niks veranderd. Van der Aarde vertrekt morgen opnieuw in de witte leiderstrui voor de slotetappe. En dan nog vertellen dat het boksduel voor de wereldtitel bij de pluimgewichten tussen Jean-Marc Renard en titelverdediger Esparagosa verschoven is naar 2 juni. Eerst was de kamp gepland op 28 april. Het uitstel kwam er op aanvraag van Esparagosa. Dit was ons nieuws van 10. De late nieuwsflash krijgt u van Suzy Hendricks omstreeks 11:55. Vanaf morgen krijgt u voor het nieuws het gezelschap van collega Danny Verstraeten. Ik vind u weer volgende week. Nog een fijne VTM-avond. Op aardgas. Wij hebben precies gevonden wat we nodig hebben. Aardgas. Precies wat je nodig hebt. Ziezo, kijk eens hoe schoon. Ben je echt zeker? Hè? Mama komt, je weet toch hoe ze is? Wat moet ik doen? Probleempje? Even kijken. Om zeker te zijn doen we de wattentest. Ziet u? Nog zo vuil? Neem het van me aan en doe voortaan de hele schoonmaak met Clean Plus. Met bioalcohol. Clean Plus maakt grondig schoon. Wat een verschil. En alles blinkt, wauw. De wattentest ligt niet. Clean Plus maakt perfect schoon. Mama zou bijzonder trots op je zijn. Clean Plus. Perfect schoon. Perfect glanzend. De wattentest ligt niet. Die unieke momenten beleef je maar één keer.
Met de nieuwe Agfacolor leg je elke kleurrijke herinnering voor altijd vast. Heldere foto's, zuivere kleuren. Het nieuwe Actief Dir-effect brengt de trouwste weergave van het hele kleurenspectrum met maximale lichtsterkte. Agfacolor XRG. Agfa doorbreekt de kleurbarrière. Wil ik mijn bier. Grijp je kans, jongen. Kom aan, je kan het. Mijn kleine kampioen. Maar nu komt de thuismatch tegen die vreselijke vlekken. De vlekkenkampioen bewijst wat hij kan. Want Dixon is nu nog krachtiger vanaf 30 graden en verwijdert zelfs de hardnekkigste vlekken. Dixon, dat is mijn vlekkenkampioen vanaf 30 graden. En nu is Dixon ook fosfaatvrij verkrijgbaar. Simple Minds. Child sings again. Roy Orbison. You got it. En de confetti's Bart Peters, Rick Astley, Four Tops, maar ook met Nene Cherry. No money man, win my love. Millie Vanilli en nog vele anderen. Dat is de nieuwe Hit Connection. Nu verkrijgbaar op LP, muziekcassette en CD. Jij voelt je goed. Goed in je vel. Dan ooit. En wij doen al wat moet voor het beste in jezelf. Vader op zoon, we zijn dat zo gewoon. Gillette. Het Gillette Contour Plus systeem met een Lubra strip voor de man tot en met. Voor mannen tot en met. Vandaag was er een beetje regen en wat bewolking voor de middag, maar daarna kwam de zon erdoor met middagtemperaturen van 15 tot 20 graden. Ook vannacht blijft het op de meeste plaatsen helder, behalve dan in ons hoofd. Aan zee komt er wel wat bewolking binnendrijven, maar er komt geen regen van. En het blijft ook morgen mooi weer met zelfs temperaturen tot 20 graden. Warm, maar met hier en daar een wolkje. Ja, en nu gaan we verder met deel 2 van Star. En daarin ziet u onder meer Madame Susatschka, fragmenten uit Twins en een interview door Roland Lemay met Arnold Schwarzenegger.